allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag, deze video is echt leuk. Dit is een video waar ik een aantal maanden geleden alleen maar van kon dromen. Ik had niet verwacht dat dit mij zou lukken, maar ik ben in totaal 15 kilo afgevallen. Dat is het enige wat er volgens mij goed is gegaan in 2020. Dit jaar is echt een drama, maar qua mijn gewicht is dit jaar echt mijn droomjaar, want ik ben gewoon 15 kilo afgevallen. Ik wilde 20 afvallen, ik wil nu ook nog wel 5 afvallen, maar ik ben nou niet meer zo streng aan het diëten als dat ik was en ik ben nou ook best wel blij met hoe ik eruit zie. Dus ik dacht, ik ga deze video al maken bij 15 kilo, ondanks het feit dat ik hem pas wilde maken bij 20 kilo. Een heleboel van jullie hebben me ook gezegd op Instagram dat je al super veel verschil ziet en wanneer ik de video maak en dat soort dingen. Dus ik dacht, in plaats van nog te wachten op de laatste 5 kilo, weet je, 15 is ook al heel veel, ik ga de video al nu maken, aangezien er ook verder niks meer verandert. Ik ga vandaag vertellen hoe ik het heb gedaan en ik moet ook zeggen dat ik heel blij ben met de manier hoe ik het heb gedaan. Grote disclaimer, want ik zie altijd bij dit soort afvalvideo's waarin men vertelt hoe ze zijn afgevallen en zo, heb je altijd weer die mensen onder die video's die hele drama's gaan zetten over de manier hoe ze zijn afgevallen. Het is niet gezond, bla 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 bla. Er zijn altijd wel mensen met commentaar op de manier hoe je bent afgevallen. Ik ben geen diëtiste, ik ben geen professional. Deze manier heeft gewoon gewerkt voor mij. Jij kunt het misschien ongezond vinden, niet goed vinden, whatever. Voor mij heeft dit gewoon gewerkt. Dus ik ga jullie vertellen precies hoe ik het heb gedaan. Het is ook een vrij makkelijke manier. Ik vond het echt een makkelijke manier. En ja, daar gaan we het gewoon vandaag gezellig over hebben. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Dit wordt weer een leuke, gezellige kletsvideo. Dus pak er iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. Of ga even iets doen terwijl je gewoon mijn verhaal aanhoort. Ik zal ook even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze matte liquid lipstick op van de B-collectie van de HEMA. Er staat niet meer op welke kleur dit is, maar ik zal het beneden zetten in de beschrijving. En ik heb deze lipgloss op van Juvia's Place in de kleur Kiss Me. Hele mooie paarse combo. Deze ooglook heb ik gemaakt, heel deze make-up look heb ik gemaakt in een video waarin ik allemaal nieuwe make-up en kleding heb getest. Dus als je die video nog niet hebt gezien, ga die vooral ook even bekijken als je wilt zien hoe ik deze look heb gecreëerd. Oké, ik zal beginnen bij het begin. Ik ben een persoon die altijd te dik is geweest. Ik ben niet een persoon die altijd slank is geweest en ineens dik is geworden. Ik ben altijd iets voller geweest. Ik ben nooit echt super zwaar geweest of echt heel super dik of obese of wat dan ook. Ik was gewoon altijd een aantal kilo zwaarder dan de rest en dat ik moest zijn. Ik ben ook niet een lang persoon. Ik ben vrij kort. Ik ben slechts 1,64 meter. En dan ben je al vrij te zwaar als je slecht eet. Dus ik ben altijd te zwaar geweest. Op de basisschool, als jong kind, op VMBO. Altijd was ik gewoon een tikje te zwaar. Ik heb ook een heleboel diëten geprobeerd. Dit was niet de eerste keer dat ik wilde afvallen. Ik ben nou 25 jaar. Ik heb al willen afvallen vanaf dat ik 18 was of zo. Ik ben echt al jaren niet happy over mijn gewicht. Maar omdat ik altijd gewoon net ietsje voller was, dan droeg ik gewoon broekjes, waist, trainers, dat soort dingen. En dan zag ik er toch altijd wel gewoon goed uit, maar ik was wel gewoon altijd te zwaar. En ik ben echt heel vaak op dieet geweest. Ik heb heel veel verschillende diëten gedaan. Koolhydraatarm, keto dieet, die heb ik al gedaan voordat het echt zo bekend was bij iedereen. Ik heb shakes gedaan, die shake diëten, dat je gewoon heel dag leeft op shakes. Het enige dieet die echt heeft gewerkt was dat shake dieet. Toen ben ik 6 kilo afgevallen in 6 weken. Dat was ook mijn record. 6 kilo was het meeste wat mij ooit is gelukt. Zoals ik al zei, ik ben dus altijd iets te zwaar geweest. Nou oké, prima. Ik heb er nooit echt heel veel last van gehad. Ondanks dat ik wel heel vaak wilde afvallen. Maar de afgelopen jaren werd ik toch ineens echt een stuk dikker. Afgelopen 2 jaar of zo. Ik weet ook niet echt precies hoe het komt. Het kan een aantal dingen zijn, maar ik weet niet echt precies wat het is. Ben ik gewoon ruim bijna 20 kilo aangekomen in echt 1 of 2 jaar. Dus ineens werd ik echt dik. Nou kwam ik echt op het punt dat ik echt niet meer happy was als ik keek naar mezelf. Alles werd te dik. Mijn armen werden te dik, mijn rugvet kwam, mijn buik, mijn waist werd dikker. Terwijl ik heb altijd een vrij zandlopen figuur gehad. Mijn buik en mijn waist was altijd redelijk dun en smal in verhouding met de rest. Maar ineens begon ik ook een buik te krijgen, ik begon rugvet te krijgen. Echt vet op al die plekken waar je het niet wil. En ik was gewoon ruim 20 kilo te zwaar. En toen begon ik er echt problemen mee te krijgen. Toen als ik een broekje aandeed onder mijn kleding had het niet eens meer nut. Toen begon ik 2 broekjes aan te doen, ik deed gewoon
gewoon een broekje op een broekje. Om er maar gewoon een beetje slank uit te zien onder mijn kleding. En dan zag ik er altijd nog redelijk oké uit. Maar ik was echt dikker dan dat men kon zien. En toen kwam ik op een punt dat ik gewoon kleding niet meer aan kon. Ik wilde geen hemdjes meer aan, want ik vond mijn armen te dik. Ik wilde geen open rug meer aan, want ik had die rugvet die ik niet wilde laten zien. Mijn broeken paste ik niet meer. Ik had altijd broekmaat 40. Ik begon nou 42 te krijgen. Dat soort dingen. Bepaalde outfits die ik altijd droeg, kon ik gewoon niet meer aan. En ik begon overal een vest op aan te dragen. En het is een heel langzaam proces. Het is niet dat je op een dag wakker wordt en je bent gewoon ineens te zwaar. Het begon gewoon heel slow van oké, ik draag geen shirts meer, want ik vind mijn armen te dik. Toen wilde ik geen open rug meer aandoen, want ik vond mijn rug vet. Toen wilde ik geen high-waisted jeans meer aandoen, omdat die precies knelde bij mijn rugvet. Die BH-vetjes die je hebt op je rug, daar knelde die me af, waardoor die vet heftiger wordt. Toen kwam ik op een punt dat ik continu een vest aan wilde doen, omdat ik gewoon mijn lichaam niet meer mooi vond. En toen ik mij terug zag op foto's en video's, dat is echt de eye-opener. Als jij jou ziet op foto's, vooral onverwachte foto's en video's en zo, toen had ik echt iets van, wauw, ik ben echt dik geworden. Ik ben echt te dik. Uiteindelijk is te dik zijn ook iets wat jij gewoon ziet. Een heleboel mensen vonden mij niet per se te dik of zo. Maar ik was gewoon niet blij met mezelf. En ik zeg altijd, als jij niet meer blij bent met jezelf, dan moet je er gewoon iets aan gaan doen. Maar ik moet zeggen dat ik ook toen op mijn zwaarste echt op een punt kwam, dat ook gewoon mensen om me heen het gewoon begonnen te zeggen. Niemand was meer beleefd. Je weet toch hoe mensen altijd nog een beetje beleefd willen zijn van, nee, het valt mee. Ook dat punt werd gewoon compleet gepasseerd. Mensen begonnen gewoon ook echt te zeggen van, ja, het klopt. Je bent wel echt nou een beetje voller geworden. Dus ook dat hele beleefde gedoe gebeurde gewoon niet meer. Ik weet ook nog dat ik gewoon een keertje gewoon iets had van, kom op Sarah, maakt niet uit, doe gewoon iets leuks aan. Want ik begon me echt te verslonsen. Ik begon allemaal gewoon grote shirts aan te doen en een broek en whatever. Ik deed ook gewoon niet meer mijn best om er leuk uit te zien. Want ik had iets van, ja, whatever, ik ben toch te dik. Dus toen was er een dag dat ik dacht, oké, weet je wat, get yourself together. Doe gewoon iets leuks aan. Nou, ik mij helemaal bij elkaar geraakt van, kom op, mij gemotiveerd van, doe gewoon weer iets leuks aan. Ga ik dus naar de winkel, zie ik mijn nichtje daar. Het eerste wat ze zegt is, wow, wat ben jij aangekomen. Ik dacht echt van, oh mijn god. Dus precies op de dag dat ik mijn best heb gedaan en mij heb gemotiveerd om mij niet dik te voelen, komt weer dit. En toen had ik weer iets van, ja oké, weet je, laat maar weer. Ik doe weer gewoon mijn slonse outfits aan. Dus ja, toen kwam ik echt op het punt, nee, ik ben nou echt te dik. Ik ben niet meer happy. Ik kan niet meer aandoen wat ik wil aandoen. Ik moet er iets aan gaan doen. Toen begon corona. We konden niet meer weg. Je kon niet meer uit eten. Dat soort dingen. En dat was het punt dat ik dacht, ik ga er gewoon nu iets aan doen. Ik had ook een vriendin. Ik heb ook een vriendin, Valerie. Die kwam toen met het idee, kom we gaan sporten. Dat was nog voordat ik überhaupt had besloten om te gaan afvallen. En toen ik begon met haar, toen had ik iets van, weet je, ik ga dit gewoon oppakken. Ik ga gewoon echt afvallen nou. Want ik ben niet blij. Ik ga er gewoon voor. Ik ben nou vooral thuis. Want corona, we kunnen toch niks doen. Ik dacht, weet je, vanaf nou, ik ga er gewoon voor. Ik wil gewoon 1 kilo per week gaan afvallen. En ik wil 20 kilo afvallen. Mijn begingewicht was 87 kilo. Ik ben nog nooit zo zwaar geweest. Dus zullen nou misschien mensen zijn die veel zwaarder zijn. En iets hebben van Sarah een beetje overdreven. Maar voor mij ook met mijn lengte en zo was het gewoon te zwaar. Toen heb ik een app gepakt. Ik zal even kijken hoe die app ook alweer heet. Dat is MyFitnessPal. Dat is de app hier. Deze app is mijn dieet app. En deze app daarnaast is van Nike. Dat was voor sporten. Want ik begon niet alleen met een dieet, ik begon ook met een sporten. Dus deze twee apps hebben mij super, super goed geholpen. Vooral die Nike app. Ik ben een persoon, ik wil niet helemaal naar een sportschool. Dat is allemaal veel te veel effort. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon hier thuis doen. En met die app was het echt super handig, want die maakte een schema voor mij. Ik begon op 6 april, maandag 6 april, begon ik met een begingewicht van 87 kilo. Toen ben ik begonnen met mijn dieet. Heel dat gesport ben ik al mee opgehouden na 2 weken, omdat het niet per se hoefde voor mij. Ik dacht ook bij mijn eigen, als je echt wilt afvallen, dieet is het belangrijkste. Sporten hoeft niet per se. Dus daar ben ik al na 2 weken mee opgehouden. Dat wil ik nu wel weer gaan doen, om alles een beetje strak te maken. Maar in het begin, toen ik gewoon echt wilde afvallen, dacht ik, oké, gewoon dieet. Let op je eten. Als je dat doet, val je al af. En dat is dus ook gebeurd bij mij. Nou, toen had ik de app. In de app moet je vertellen hoeveel je wilt afvallen per week, hoe snel je wilt afvallen. En ook je baan. Heb je een baan waar jij heel veel beweegt en dat soort dingen. Maar ik had gewoon gezet, ik heb geen baan. Ik heb wel een baan, obvious. Dat is video's maken, maar ik beweeg ongeveer evenveel als iemand, ja, die niet sport.
Oh, wacht even, jongens. Ik word gebeld. Momentje. Oké, ik ben 3 kwartier verder. Oh, wat. Oh, waarom belt altijd iedereen wanneer ik in mijn video zit? Ik weet nou helemaal niet waar ik ben gebleven met die app. Oh ja, dat ik dus had ingevoerd in die app dat ik niet werk, want dan mag ik minder calorieën eten. Als je meer beweegt, mag je meer calorieën eten. Dus ik kwam uit als ik 1 kilo per week wilde afvallen op slechts 1200 calorieën. Nou, zullen mensen schrikken van dat is echt te weinig, maar voor iemand die niet beweegt, of ja, bijna niet beweegt, is dat gewoon voldoende. Sterker nog, als ik mij hield aan die 1200 calorieën per week, viel ik niet 1 kilo af per week. Ik moest daar echt ver onder blijven. Als ik ongeveer 800 at per dag, wat echt te slecht is, dan viel ik ongeveer 1 af of meer. Maar met 1200 viel ik altijd ietsje minder af als 1 kilo. Afijn, dat was dus wat ik mocht eten, 1200 calorieën per dag. En er staat dan ook een hele lijst met hoeveel vetten je mag, hoeveel koolhydraten je mag, suikers. Je mag in principe gewoon alles nog. En dat vind ik dus zo fijn, want je mag gewoon nog suikers, je mag vetten, alleen niet meer veel en echt bijna niks meer, maar je mag het nog wel. En dat maakt voor mij zo'n soort dieet gewoon makkelijk haalbaar. Het was voor mij gewoon super makkelijk om te doen. Ik heb ook al een video staan op mijn kanaal, de What I Eat in a Day, en daarin laat ik precies zien hoe mijn dag eruit ziet, hoe ik eet, wat ik eet en dat soort dingen. Ik doe sowieso ook intermittent fasting, voor de mensen die niet weten wat dat is dat je een bepaalde tijd vast. De versie die ik deed was dat ik vanaf 8 uur in de avond niks meer at. Ik dronk alleen maar water. Ik dronk sowieso 2 liter water per dag nog steeds. En vanaf 8 uur mag ik niks meer eten tot aan volgende dag 12 uur. Dus ik ontbijt ook niet. Ik ben sowieso een persoon die nooit ontbijt. Dus dat was voor mij niet echt een heel grote issue. Maar doordat ik ineens al vanaf 8 uur niks meer at, begon ik wakker te worden met de honger. Terwijl ik dat normaal nooit had. Maar normaal at ik ook gewoon nog tot 11 uur en zo. Maar goed, dat was wel een beetje een verandering voor mij. Maar wat ik dan deed, wat het makkelijker maakte voor mij, is dat ik gewoon in de ochtend heel veel aan het werken was. Dan ging ik gewoon van alles doen, dat ik niet aan eten dacht. En dan ineens was het 12 uur en dan mocht ik lunchen. Ik lunch super licht en slechts 200 calorieën of zo. Rond 3 uur pakte ik een snack, een gezonde snack. En dan rond 5, 6 uur ging ik avondeten. Daarna ook nog af en toe een gezonde snack. En dan vanaf 8 uur niks meer. Als je echt precies wilt weten wat ik at en zo, dat is dus in die What I Eat in a Day video. Daarin ben ik helemaal uitgebreid ingegaan over wat ik allemaal eet en dat soort dingen. Ik at vla bijvoorbeeld, die optimaal vla. Dat was een van de lunches die ik het vaakst at. Je mag dan die hele bak op, want het is echt voor lunch. Ik at ontbijtkoek, snelle jelle ontbijtkoek. Af en toe mixte ik gewoon allemaal fruit samen, at ik dat. Een broodje, maar een broodje was wel veel calorieën, maar toch at ik het af en toe. Ik moet wel zeggen, als jij gevoelig bent voor dit soort dingen, calorieën bijhouden en dat soort dingen, dan raad ik dit niet aan, want ik wil niet dat men een eetstoornis krijgt ofzo. Maar voor mij werkte dit echt geweldig, vooral omdat ik gewoon de hele dag door gewoon kon eten en ook gewoon kon eten wat ik wou. Ik qua avondeten at ik ook gewoon vaak wat ik wou, af en toe ook gewoon een broodje kebab. Dus het was voor mij zo makkelijk vol te houden, ondanks dat ik bijna niks eet, maar ik hield mij gewoon bezig de hele dag. Dus dat was een beetje hoe ik deed. Ook vooral door die 2 liter water per dag vlogen de kilo's ervan af. En het komt ook echt door water. Ik weet niet of het echt zo is, maar die indruk kreeg ik, want ik vind water echt super vies. Ik haat water. Na 4 maanden nou ben ik nog steeds niet gewend. Ik vind het echt super goor en ik drink het echt met moeite. En ik merkte dat af en toe sloeg ik het dan over en dan dronk ik het niet. En dan merkte ik ook gewoon echt dat ik minder afviel. Dus die 2 liter water per dag is gewoon echt super belangrijk. En gewoon super gezond eten en mensen echt, jullie gaan zien, de kilo's vallen er echt van af. 15 kilo ben ik afgevallen in een vrij snelle tijd, vind ik. Ik wil het ook nog wel gezond houden. Ik wilde niet zo'n crash dieet gaan doen dat ik binnen een maand alles afval. Ik wilde het nog wel semi op een gezonde manier doen. Dus ik at gewoon best wel veel. En ik at ook gewoon de hele dag door. Maar alles was gewoon klein en gezond. Dus dat was het verschil. Geen snoep meer, geen frisdrank meer, niks meer. Ook echt als tip, doe het gewoon niet. Gewoon letterlijk niet. Pak niet hier even een snoepje, daar een stukje taart, daar toch een frisdrankje, een wijntje. Ik drink niet, maar voor de mensen die drinken.
doe het gewoon niet. Ook let op, mensen om je heen gaan jou niet helpen. Mensen om mij heen, gewoon, dat is gewoon over het algemeen bij iedereen. Continu wat ik gericht te horen was, je hoeft niet af te vallen, waarom ben je op dieet, bla bla. Hier, pak gewoon even iets lekkers, moet je een frikandel, wil je een frietje. Mensen respecteren mijn dieet gewoon niet. En het is gewoon allemaal lief bedoeld, dat begrijp ik. Maar mensen om je heen gaan het moeilijker maken voor je. Het is al moeilijk voor mij om te diëten. Ik denk dat iedereen dat weet die ooit dat heeft gedaan. En dan gaan ook nog eens mensen om je heen het nog moeilijker maken. Maar doe het niet. Pak ook niet één keer dat snoepje of één keer dat. Die één keer bestaat gewoon niet. Doe het gewoon niet. Want als je begint met af en toe hier wel, af en toe daar wel, dan ineens val je weer helemaal terug in jouw oude patroon. Dus doe het gewoon niet. Dat is echt mijn advies. En ja, op die manier ben ik gewoon zoveel afgevallen. En ik ben super blij ermee. Ik kan weer aan wat ik wil. Dat soort dingen. Het liefst wilde ik nog 5 eraf, maar ik ben al met al super blij met hoe het is gegaan. En ik vond het echt best wel makkelijk om te doen. Een dieet is niet altijd makkelijk. Maar ik vond het echt best wel makkelijk om te doen. Wat ik ook deed is dat ik vroeg ging slapen. Want vooral in de avonden, je krijgt zin in snacks en zo. Ga gewoon lekker slapen. Als je gewoon slaapt, ben je daar helemaal van af. Dus dat was ook wat ik deed. En dat is ook een tip aan jullie. Nou mensen, dat was het dan. Dit is dus hoe ik ben afgevallen. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik heb ook in mijn hele afvalproces van alles gepost op mijn Instagram en zo. En een heleboel van jullie zijn ook al begonnen met afvallen. En is het ook al gelukt. Want ik heb al een heleboel berichten gehad van mensen die ook al wat gewicht zijn verloren. En daar ben ik super trots op. Doe het alleen als jij echt wilt afvallen. Laat je niet beïnvloeden door anderen. Als iemand zegt, je bent te dik, je bent te dun, wat dan ook. Doe het alleen als jij het echt wil. Ik kwam ook echt op een punt aan dat ik niet meer happy was. En dan, ja, dan moet je er gewoon echt iets aan gaan doen. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!